Word je agressiever van het spelen van gewelddadige games? Dit is de Universiteit van Nederland. Op 22 juli 2011 richtte Anders Breivik op het Noorse eiland Utøya een bloedbad aan. Verkleed als politieagent en bewapend met een pistool en een semi-automatisch geweer, schoot hij 69 mensen dood, 133 minderjarigen. In het manifest dat hij online heeft geplaatst voor zijn daad, noemt hij heel specifiek het spel Call of Duty Modern Warfare 2. Hij zegt dat hij dat spel ziet als een trainingssimulator en dat het hem heeft geholpen bij het oefenen voor zijn daad. Hier ziet u een fragment, een berucht fragment uit het begin van dit spel. Iemand anders die dit spel ook obsessief speelde was Tristan van der Vlis. Tristan van der Vlis schoot in april 2011 in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn 7 mensen dood en verwondde er 17. Het is niet heel duidelijk. Tristan had psychische problemen, maar een heel duidelijk motief voor zijn daad is nooit gevonden. We weten dat hij een voorliefde had voor dit spel, net als Anders Breivik. En Anders Breivik gaat nog wat verder dus, hè, en hij zegt dat hij dit spel heeft gebruikt als training. Als training voor zijn gruwelijke daad. En tijdens de rechtszaak die volgde na zijn arrestatie, zei hij ook dat het spel handelingen omvat die heel handig zijn bij het uitvoeren van een daadwerkelijke aanval. Hij zegt dat het spel bijvoorbeeld goed was voor het trainen van target acquisition. En target acquisition is het vinden van doelen om op te schieten als je kijkt door een vizier. Dus... Dat Breivik claimt dat dit spel hem een effectievere schutter heeft gemaakt, dat wordt ook ondersteund door onderzoek. Onderzoek van Whittaker en Bushman heeft bijvoorbeeld aangetoond dat mensen die gewelddadige videogames spelen, gewelddadige shootergames speelden, of vergeleken met een groep die een niet gewelddadige game hebben gespeeld, die kregen allebei na het spelen een pistool in hun handen, een echt pistool, en 16 rubberen kogels, en die mochten daarmee schieten op een mannequin. En ze kregen verder geen instructies over hoe ze dat moesten doen. Ze probeerden mannequin te raken. Nou bleek dat de mensen die de gewelddadige shooter hadden gespeeld, dat die niet alleen veel effectiever waren, veel accurater dus ook waren en veel vaker raakschoten, maar ook veel meer headshots maakten. Dus veel vaker op het hoofd schoten. Ze maakten gemiddeld 7 headshots, terwijl de mensen die de niet gewelddadige videogame hadden gespeeld daarvoor slechts 2 headshots maakten. Dus zij concluderen dan ook dat videogames kunnen je accurater kunnen maken, dus kunnen helpen je een betere schutter te maken en je eigenlijk stimuleren om op het hoofd te schieten. En dat is helaas ook iets wat we hebben gezien bij Anders Breivik, die het merendeel van zijn slachtoffers door het hoofd heeft geschoten. Maar dus videogames kunnen je trainen, kunnen je handelen in de werkelijkheid dus verbeteren. Maar betekent dit ook dat Call of Duty deze mensen geïnspireerd heeft? Betekent dit dat door het spelen van Call of Duty dat deze twee moordenaars aangezet zijn tot hun daden? Ik zou zeggen, nee, dat weten we niet. We weten dat ze Call of Duty speelden, dat weten we. We weten niet of ze geïnspireerd zijn door deze game. En we weten ook niet of ze hetzelfde hadden gedaan als ze de game niet hadden gespeeld. Dus gewelddadige shootings en dit soort gelukkig nog steeds incidenten kunnen nooit als geldend en sluitend bewijs worden gebruikt voor de effecten van gewelddadige videogames. Maar deze daders hadden duidelijk ernstige psychische stoornissen die hun gedrag hebben gedreven. Maar... Is het nou zo dat gewone mensen, de tientallen miljoenen mensen die dagelijks gewelddadige videogames spelen, worden die nou niet daardoor een klein beetje beïnvloed? Worden die niet een klein beetje agressiever van het spelen van gewelddadige videogames? En wat is dan agressie? Wat verstaan we dan als agressief gedrag of gevoelens of gedachten? En misschien wel belangrijk, wat beschouwen we als een gewelddadige videogame? Want de controverse rond gewelddadige videogames is al heel oud. Dat begon eigenlijk al in 1977. In 1977 kwam de videogame Death Race uit. En Death Race was een gelijknamige film, was een jaar eerder uitgekomen. En in dat spel werden spelers beloond voor het doden, het overrijden van andere mensen. En dat leidde tot heel veel controverse.
Het was een extreem gewelddadige videogame. Die ook meteen teruggehaald moest worden volgens veel groeperingen. En zo zag het eruit. Ja, is er iemand die dit tegenwoordig nog gewelddadig vindt? Niemand. Nee, dus kijk, de handeling is nog steeds eigenlijk hetzelfde wat we tegenwoordig zien in videogames. Hè? Het doden van mensen. Maar tegenwoordig is het geweld wel een stukje realistischer geworden. Ik laat u nu een fragmentje zien van GTA 5, Grand Theft Auto deel 5. Dit is wat we tegenwoordig dus als gewelddadige videogames beschouwen. Ik denk dat iedereen wel kan zien dat dit gewelddadig is, is het niet? En wij bestuderen dus de effecten die dergelijke gewelddadige videogames kunnen hebben op mensen. En daar zijn sinds 1985 eigenlijk al honderden onderzoeken naar gedaan. En er zijn twee theorieën leidend in die onderzoeken die eigenlijk een verklaring bieden voor de effecten van gewelddadige videogames op volgend agressief gedrag. De desensitisatietheorie en de scripttheorie. En de scripttheorie stelt eigenlijk dat ons handelen voortkomt uit kennisstructuren die we hebben aangeleerd. En als je de hele tijd hebt geleerd dat de gewelddadige acties de enige manier zijn om conflicten op te lossen, zoals in gewelddadige videogames eigenlijk het geval is, waarbij je toch de hele tijd agressief moet handelen en gewelddadig moet handelen, omdat er geen andere manier is om met die conflicten om te gaan, er wordt op jou geschoten, dus je moet terugschieten, dan zul je dat ook in de werkelijkheid vaker toepassen, is de gedachte. Je zal niet alleen werkelijke situaties vaker als vijandig beschouwen, maar op het moment dat je in conflicten terechtkomt, zul je ook vaker gewelddadige acties ondernemen om die conflicten op te lossen. En de desensitisatietheorie stelt eigenlijk dat voortdurend en aanhoudend blootstelling aan pijn en lijden van andere mensen, dat we daar op den duur gewoon wat minder gevoelig voor worden. Dat we daar gedesensitiseerd raken. En dat zou dus, waardoor, omdat het niet meer zo afschrikwekkend is, zullen we het ook makkelijker toepassen in de werkelijkheid, is de veronderstelling. Dus deze theorieën bieden een verklaring waarom gewelddadige videogames kunnen leiden tot een toename in agressief gedrag. En dat hebben we dus al onderzocht eigenlijk sinds 1985. En in dit spel, of in dit onderzoek, werden ze, nou ja, zoals we vaak doen bij een experiment, wordt één groep wordt blootgesteld aan een gewelddadige videogame en één groep wordt blootgesteld aan een niet gewelddadige videogame. En zo zag dat eruit. Je mag zelf raden welke de gewelddadige videogame is, maar dat is Atari Boxing, hier die u links ziet. Atari Boxing is de gewelddadige videogame en Atari Basketball is de niet gewelddadige videogame. En het zal u wellicht niet verbazen dat uit dit onderzoek ook geen verschil bleek in de mate waarin, mensen agressief reageerden op welke van deze games ze ook hadden gespeeld. Maar dit onderzoek onderschrijft ook nogmaals dat we moeten kijken naar recent onderzoek. Men beschrijft ook dat we een valide meting moeten hebben van wat gewelddadige videogames nou daadwerkelijk zijn. Maar minstens zo belangrijk is eigenlijk een valide meting van wat wij beschouwen als agressie. Wat beschouwen we dan als agressie? Nou, doorgaans uit het onderzoek zijn er drie vormen van agressie die voorbij komen. We hebben het over agressieve gevoelens, agressieve gedachten en agressief gedrag. En alle drie worden gemeten. En agressieve gevoelens worden doorgaans gemeten aan de hand van een vragenlijst, waarin mensen worden geconfronteerd met een aantal stellingen. Ik voel me op dit moment woedend. Ik voel me op dit moment agressief. Ik voel me boos. Ik voel me furieus. Allemaal synoniemen eigenlijk voor agressie of vijandigheid. En hoe meer je het daarbij eens bent, op een schaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens, hoe meer agressieve gevoelens je dus vertoont. Agressieve gedachten worden op een gelijke manier eigenlijk gemeten, maar ook aan de hand van vragenlijsten in ieder geval. Maar soms aan de hand van een word completion task. Een word completion task moet je eigenlijk een woord afmaken door op de puntjes letters in te vullen zodat je een woord krijgt. Dit is de Engelse variant. Roept u maar een woord dat je kan afmaken met twee letters.
Ik hoor toch overwegend Kil. Maar ook Kis, heel goed. Maar gezien de strekking van de avond is het niet zo heel gek dat u denkt aan Kil of Kik. Maar dat zijn de agressieve varianten dus. Hè. En dan kun je ook denken aan Kis of Kind of Kilt of Kite. Er zijn eigenlijk doorgaans meer non-agressieve varianten dan agressieve varianten. Maar dan, als je dan vaker kiest voor de agressieve varianten, als je een hele reeks van dergelijke woorden moet afmaken, dan geeft dat aan dat je doorgaans wat meer agressieve gedachten hebt. En agressieve gedachten en agressieve gevoelens zouden uiteindelijk kunnen leiden tot agressief gedrag. En dat is eigenlijk een beetje de heilige graal binnen het agressieonderzoek. Hè, want hoe meet je agressief gedrag? Hè, zonder dat je daar ethische grenzen overschrijdt door mensen er daadwerkelijk bloot te stellen aan een slachtoffer in te huren, dat mensen dan in elkaar kunnen slaan, al dan niet na het spelen van een gewelddadige videogame. Dus hoe doe je dat? Ja, nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Competitive Reaction Time Task. En de Competitive Reaction Time Task wordt gebruikt om gewelddadig gedrag te simuleren. Waarbij dan een deelnemer speelt een gewelddadige videogame of niet gewelddadige videogame en zitten daarna achter een bureau, achter een monitor, met een koptelefoon op. En dan wordt ze verteld, je gaat nu een taak doen of een spelletje doen met een virtuele tegenstander. Of een tegenstander die zit in het lokaal ernaast of hij zit online. En ja, er is in werkelijkheid geen echte tegenstander, maar dat verhaal wordt dan in ieder geval opgehangen. En dan moeten ze zo snel mogelijk op de spatiebalk drukken op het moment dat een licht op groen springt. Ze zien een stoplicht en het licht springt op groen. En binnen een fractie van een seconde drukken ze dan op de spatiebalk. En als je dan wint, nou je wint de helft van de tijd, van de 10 keer dat je die taak moet doen, win je 5 keer. Als je wint, dan mag je de tegenstander straffen. En dan mag je straffen aan de hand van een white noise blast. En een white noise blast klinkt gewoon weer een heel vervelend geluid, kraakgeluid. Dus dat geluid is op zich niet de meting van agressie. Nee, de meting van agressie is in dit geval hoe het volume waarop je dat toebrengt aan de ander. En de intensiteit, maar ook de duratie. Dus dan krijg je een metertje te zien van nou, hoe hard wil je de tegenstander straffen met dit geluid. En dat loopt dan van 0 tot en met 12. Maar dan staat er bij 8 staat aangegeven, pas op, 8 of hoger kan permanente gehoorschade toebrengen aan de tegenstander. En als je dan dus kiest, en veel mensen het spelen van een gewelddadige game kiezen daarvoor. Als je dan kiest om dat daadwerkelijk dus een ander pijn te doen, hè, dus gehoorschade toe te brengen, is dat dus een meting van agressief gedrag. Nou, als we kijken naar de onderzoeken van die uit zijn gevoerd, 35 onderzoeken, 35 experimenten, die zijn uitgevoerd tussen 2006 en 2013, naar de effecten van gewelddadige games op agressie, zien we inderdaad een consistent effect van het spelen op een toename in agressieve gevoelens, agressieve gedachten en agressief gedrag. Daarnaast leidt het spelen van gewelddadige videogames tot een afname in empathie, dat is die desensitisatie, en ook een afname in prosociaal gedrag. Een voorbeeld van een van de onderzoeken die bijvoorbeeld wordt gedaan is van Barlett et al. Die hebben dan gekeken naar de hoeveelheid bloed. En de hoeveelheid bloed in het spelletje Mortal Kombat. Ze lieten mensen Mortal Kombat spelen met grote hoeveelheden bloed. En dat zag er dan ongeveer zo uit. Ah, de hoeveelheid bloed kun je in dit spel aanpassen, dus je kon ook het spel spelen. Het is nog steeds een gewelddadig spel, maar de hoeveelheid bloed geeft dus de mate van geweld weer. Dus je kon het spelen met veel bloed of met weinig tot geen bloed. En de mensen die het speelden met veel bloed vertoonden daarna veel meer agressieve gevoelens dan de mensen die het speelden met weinig bloed. En mijn collega's, Patty Valkenburg en Jochem Peter en ik, hebben een onderzoek opgesteld, een longitudinaal onderzoek, waarin we 850 middelbare scholieren een langere tijd hebben gevolgd. Die hebben we een half jaar gevolgd en een half jaar vragenlijsten voorgelegd. En vragen met, ik raak vaak bij gevechten betrokken. Als ik ruzie met iemand heb, leidt dat vaak tot klappen en trappen. Dus in de mate waarin mensen inderdaad fysiek agressief gedrag vertonen. En daaruit bleek ook weer een effect van de tijdsbesteding aan gewelddadige videogames. En dat hadden wij gemeten aan de hand van een PEGI rating 16 of 18 plus met een geweldslogootje. Dus echt de Call of Duty's en de Grand Theft Auto's. Ook de populairste games van dat moment. En de mensen die die games veel speelden, dus meer tijd eraan besteden, werden op den duur, een half jaar later, vertoonden die meer fysieke agressie. Word je agressiever van het spelen van gewelddadige videogames? Kort antwoord, ja. Ja, je wordt er agressiever van. Maar het effect is doorgaans beperkt. We zien vooral een sterker effect bij sommige groepen.
jongens over het algemeen. En dan jongens die opgroeien in een agressieve omgeving. De agressieve leeftijdsgenoten hebben of een agressieve gezinssituatie. Die zijn gevoeliger voor de effecten van gewelddadige videogames. Nou, gameverslaving leidt eveneens tot een toename in agressief gedrag. En mensen die verslaafd waren aan Call of Duty, die waren het meest agressief van allemaal. Het spelen van gewelddadige videogames is echt bij lange na niet de belangrijkste factor. Maar het is ook niet de factor die onderschat moet worden. Daar wil ik mee afsluiten. Als u nog geïnteresseerd bent in het thema, kijk dan ook naar andere colleges. Hartelijk dank.